Leerdoel: Afschrijvingen, lineaire methode. In dit leerdoel zal ik eerst het begrip afschrijvingen behandelen. Daarna zal ik dieper ingaan op de lineaire afschrijvingsmethode. Afschrijvingen zijn waardeverminderingen van vaste activa. Vaste activa worden ook duurzame productiemiddelen genoemd. Als een onderneming een vast actief koopt, bijvoorbeeld een vrachtwagen, zal de waarde van dit actief na een aantal jaren verminderen door slijtage en ouderdom. Deze waardevermindering wordt meegenomen in de resultatenrekening als afschrijvingskosten. De aanschaf van vaste activa is vaak een grote uitgave. Het gebruik van de vaste activa vindt echter vaak plaats over een langere periode. Daarom wordt de aanschafprijs niet direct in de kosten verantwoord, maar uitgespreid over de periode waarin de vaste activa gebruikt wordt. De periode van gebruik wordt de economische levensduur van de vaste activa genoemd. Afschrijvingen zijn daarmee een manier om een investering in vaste activa en uitgaven als kosten te verwerken in de resultatenrekening van een onderneming. Afschrijvingen zijn dus wel kosten, maar geen uitgaven. De uitgave is immers in één keer gedaan, terwijl de kosten worden uitgesmeerd. Er worden over het algemeen drie verschillende afschrijvingsmethodieken gebruikt. Dit zijn de lineaire methode, de degressieve methode en de afschrijving op basis van gebruik. Bij de lineaire methode wordt het verschil tussen aanschafwaarde en restwaarde gelijk verdeeld over de periode waarin het actief gebruikt wordt en blijven de afschrijvingskosten per periode gelijk. Een tweede methode voor het bepalen van de afschrijvingskosten is de degressieve methode. Deze methode bestaat weer uit twee submethodes, namelijk de Sum of the Year Digit-methode en de afschrijving op basis van een vast percentage van de boekwaarde. Bij de Sum of the Year digit methode wordt ieder jaar een deel afgeschreven waarbij de teller gelijk is aan de resterende levensduur van de vaste activa en de noemer gelijk is aan de totale som van de jaren van de levensduur van de vaste activa. Indien de levensduur 3 jaar is en de aanschaf 1000 euro bedraagt, zijn de afschrijvingskosten per jaar als volgt. Afschrijving jaar 1. 1000 euro maal 3 gedeeld door 6 is 500 euro. Afschrijving jaar 2 1000 euro maal 2 gedeeld door 6 is 333,33 euro. 33. Afschrijving jaar 3 is 1000 euro maal 1 gedeeld door 6 is 166,67 euro. Je ziet hier dat de som van 3, 2 en 1 gelijk is aan de noemer van 6 jaar. Bij de tweede submethode, de afschrijving op basis van een vast percentage van de boekwaarde, wordt ieder jaar een vast percentage van de dan geldende boekwaarde afgeschreven. Doordat de boekwaarde ieder jaar met de afschrijvingskosten daalt, zullen de afschrijvingskosten hoog zijn aan het begin van de levensduur en laag zijn aan het eind van de levensduur van de vaste activa. De laatste afschrijvingsmethode is de afschrijving op basis van gebruik. Hierbij wordt afgeschreven wanneer de vaste activa een prestatie levert. Als de vaste activa meer gebruikt wordt, wordt er meer afgeschreven en er wordt minder afgeschreven als de vaste activa minder wordt gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld bij het afschrijven van een bedrijfswagen op basis van het aantal kilometer wat deze rijdt. Ik ga nu wat verder in op de meest gebruikte afschrijvingsmethode, namelijk de lineaire afschrijving. De jaarlijkse afschrijvingskosten van vaste activa worden op basis van de lineaire afschrijvingsmethode berekend door de aanschafprijs te verminderen met de restwaarde en te delen door de levensduur. Hierbij is de restwaarde de waarde die de vaste activa nog heeft aan het einde van de levensduur. Deze restwaarde wordt niet afgeschreven aangezien deze waardevermindering niet plaatsvindt omdat de verwachting is dat de vaste activa nog verkocht kan worden voor deze restwaarde. Ik laat nu een beginnersvraag zien om het onderwerp lineaire afschrijving verder toe te lichten. Metal BV heeft een vrachtwagen met extra lange oplegger aangeschaft om de lange buizen die zij produceren te kunnen vervoeren naar de klant. Van de vrachtwagen zijn de aanschafprijs, de geschatte levensduur en de restwaarde bekend. Gevraagd: Bereken de afschrijvingskosten per jaar. Om de afschrijvingskosten per jaar te berekenen gebruik ik de formule aanschafprijs minus restwaarde gedeeld door de levensduur. Op basis van de gegevens van de opgave vind ik dat de jaarlijkse afschrijvingskosten 18.000 euro zijn. Dit bereken ik door 90.000 euro te delen door 5 jaar. Metal BV zal de vrachtwagen op basis van de lineaire methode dus ieder jaar met 18.000 euro afschrijven. Aan het einde van de levensduur van 5 jaar zal de vrachtwagen worden verkocht voor 10.000 euro. Dit is het antwoord op deze vraag.